Ons is nog hier in die ijskoude Genève en ons eerste fase van ons bezoek aan die Verenigde Naties is afgehandeld. Ons is klaar bij die Komitee voor die uitskakeling van alle vormen van rassediscriminatie. Ons het een oortuigende verslag ingedien, ons wys dat Suid-Afrika se rassebedeling oortree die conventie hier en dit leidt ook daartoe dat ons een permanente rasprogram het wat ook teen die internationale conventie is. Wat echter baie kommerwekkend is, is dat die Suid-Afrikaanse Menseregtenkommissie het ook een verslag ingedien. En hulle het een harde rasverslag ingedien. Hulle steun die regeringse wijzigings om Suid-Afrikaanse raswette strenger te maak en macht aan die minister te gee, as ook die rasregulaties waarteen ons allemaal so veg. Hulle gaan zelfs verder en sê dat maatskappye wat minder as 50 werknemers het sy vrystelling moet opgehef word. Hulle gaan dus verder as die regering. Nou solidariteit met stappen begin teen die Suid-Afrikaanse Menseregtenkommissie hieroor. Een verrassing was die hele kwestie oor plaasmoorde. Een komitee het gevra dat die regering moet verduidelik oor die moorde op witboere en die haatspraak van Julius Malema. Een hele debat daaroor het ook losgebars. Alles en alles was het een goeie besoek geweest. Ons het die internationale lig geplaas op ons probleme en ons volgende fase is dan by die internationale arbeidsorganisatie waar ons die ooreenkomst tussen solidariteit en die regering wat deur hulle gefasiliteer is, gaan bespreek.